Stichting Zaalbalkanker is een stichting helemaal gefocust op patiënten. Patiënten van mannen met zaalbalkanker, hun partners, hun vrienden, hun familie. Om ze eigenlijk maar één ding, het belangrijkste voor ons om duidelijk te maken, is lotgenotencontact. Met elkaar vinden, met elkaar kunnen ondersteunen. Het tweede doel wat we hebben is om meer bekendheid te geven in Nederland, zodat we een grotere achterban krijgen en dat we van daaruit ook veel meer belangen behartigen kunnen. Onbekendheid. Er zijn 600 mannen per jaar die zaalbalkanker krijgen. Onze oude naam was Stichting Kernzaak. Nou, een naam die eigenlijk niet, daar moet je echt uitleg mee hebben om te begrijpen waar het over gaat. We hebben een nieuwe naam, Stichting Zaalbalkanker. Het gaat meteen over waar het over gaat. We hebben een subtitel, Toonballen. Dat daagt gewoon de mensen uit van, joh, word lid, toonballen. Kom erbij en leer meer over zaalbalkanker. Wat we heel belangrijk vinden, en dat zie je op al onze uitdrukkingen, een gezicht. Het is niet een enge ziekte, niet een zielig mannetje. Nee, we staan allemaal vol in het leven. Het kan je overkomen en dan moet je verder. Nou, door het eerst al te roepen, zaalbalkanker. En gewoon daar vooruit te komen. Subtitels, toonballen, praat erover. Dus doe er niet te moeilijk over. Dus we proberen met name ook op de site op een hele grappige, ludieke manier aandacht te vragen voor het onderwerp. Dat kan zijn van een heel sensueel filmpje van een mooie dame die uitlegt hoe je je eigen ballen moet controleren. Type kanker is heel goed te genezen als je er op tijd bij bent. En vandaar, als niemand erover wil praten en het wegstopt, dan als je wat voelt, en mannen moeten zich natuurlijk controleren onder de douche. Als je wat voelt, dan wil je er eerder. Dan moet het niet een taboe zijn. Dan moet het ook zijn, hé, daar heb ik wat over gelezen. Laat ik eens even snel kijken. En laat ik die stap nemen om naar de huisarts te gaan. Want hoe eerder je erbij bent, hoe makkelijker het te genezen wordt. En daarom roepen wij op, alle mannen in Nederland, minimaal één keer of twee keer per jaar, gewoon onder de douche even te kijken van en te voelen of alles goed is. Ik denk dat het voor iedereen relevant is die iets met zaalbalkanker te maken heeft. Dat kan zijn de man zelf die het krijgt. Dat kan zijn de ouders, de familie, de vrienden die getroffen worden door iemand in de familie. Een partner die het van de man krijgt. Maar ook belangrijk is het voor de medici en voor de verpleegkundigen. Wij zien de verpleegkundige als dé ambassadeur voor ons om onze naam en onze bekendheid verder te helpen. Waarom? De verpleegkundige is degene die aan je bed zit. Dus voor wie is het van belang? De man, hun familiepartner, maar ook zeker de medici en zeker de verpleegkundigen. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor ons. Een platform te stichten waarmee je community van deze mannen, of hun partner, of de medici in die hoek bij elkaar te vinden.